Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. We zijn bezig met het inpakken voor Boekelo. Gisteren hebben we natuurlijk een hartstikke leuke Q&A gedaan op Instagram. Gaan we vandaag nog iets verder op in, zodat er nog wat meer vragen beantwoord worden die jullie gesteld hebben. Omdat het natuurlijk wel leuk is als er zoveel mogelijk vragen beantwoord worden. Deze video komt dus morgen online. Dus de video is dus gisteren gemaakt als je deze video bekijkt. Omdat je dan optimaal op de hoogte kan blijven over hoe deze week in Boekelo gaat verlopen. Dus we willen jullie graag meenemen in de voorbereiding. Volgende week komt er een video online over wat we precies in Boekelo hebben gedaan en hoe het is gegaan. Want dat is natuurlijk hartstikke spannend. Maar voor vandaag zijn we dus bij de voorbereiding. We zijn aan het inpakken. We hebben de vrachtwagen schoongemaakt. Het hooinet hangt al klaar. Boven in die kastjes. Oh, ik kan hem even laten zien. Dat is grappig. Die kastjes zitten dus echt helemaal vol. Daar liggen dekens. Nog meer dekens. Want je hebt... Ja, je weet nooit precies hoe warm het wordt en wat voor regen het is en noem maar op. Dus je hebt altijd heel veel dekens nodig. Voerbakken. En deze kant valt er niet uit, hoop ik. Nou, er liggen dus allemaal emmers. Shampoo, borstels, sponsen en heel veel dekjes, want die hebben we ook nodig. Zoals je ziet zit het allemaal heel vol. Nou, lekker beetje voor burger natuurlijk tijdens de reis. En dan hebben we hier... ligt mijn springzadel al, we hebben wat mandjes met spulletjes. Er komt zo meteen mijn zadelkist nog bij. Er komt natuurlijk nog voer bij, want ja, Burry moet wel gewoon eten. Dus we nemen het voer mee van huis, gaan we zo inpakken. En de rest zie je zo meteen. Nou, voor degenen die niet weten of gemist hebben, we hebben een Q&A gedaan op Instagram. Daar hebben we gisteren heel wat vragen beantwoord, maar lang niet allemaal, want het waren echt super veel vragen. Dat was echt niet normaal. Dus we gaan vandaag nog wat vragen beantwoorden in deze video. Allereerst wil ik een klein beetje uitleggen over Boekelo, want niet iedereen weet misschien wat Boekelo is. Boekelo is eigenlijk het eventing evenement of de eventing wedstrijd van Nederland. Het is ook het NK Senioren, is een lange vierster. Dus dat betekent dat de cross ongeveer 10,5 minuten is. Het is hartstikke lang galopperen. Super mooi terrein, heel veel publiek op zaterdag. Er komen heel veel mensen op af. Het is heel gezellig, heel leuk, hartstikke mooi om te zien. En natuurlijk topsport. Want ja, Nederlands kampioenschap senioren is wel serieus. Ja, wij noemen het wel het eventing Walhalla van het seizoen eigenlijk. Dus daar leef je het hele seizoen naartoe, daar kijk je naar uit. Het is gaaf als je daar mag rijden. Dus ja, we hebben er heel veel zin in en ik ben heel benieuwd hoe het gaat. En daarvoor wou ik eerst nog een paar vragen beantwoorden voor de Q&A. Dus ik ga ze er even bij pakken. Ik weet ze uiteraard niet allemaal uit mijn hoofd, want het waren er echt heel veel. De eerste vraag. Boekelo heeft toch een nieuw parcours dit jaar? Vraagteken. Heb je daarin verdiept? Heel eerlijk gezegd zou ik het echt niet weten. Ik weet dat vorig jaar is het parcours helemaal andersom gegooid. Dus zijn we een soort van bij de finish begonnen en teruggereden. Ik weet niet wat er dit jaar veranderd is, maar ik ben wel heel benieuwd. Dus dat gaan we van de week allemaal zien. En die vlog komt volgende week online. Dus daar kunnen jullie het allemaal in bekijken. Ja, het is altijd op RTV Oost te volgen, toch? Vraagteken. Ja, klopt. Zaterdag kun je de hele cross zien op RTV Oost. Wie neem je mee naar Boekelo? Nou, ik neem mijn Burry mee naar Boekelo. Is 13 jaar ruim. Casco uit in Dr. Mary. Heeft mijn opa gefokt. Is toen verkocht geweest. Toen weer terug gelukkig. Toen heb ik hem zelf opgeleid verder. En nu loopt hij dus 4-ster. Schimmel heeft het hele seizoen heel goed gelopen. Dus ik hoop dat we dat voort kunnen zetten deze wedstrijd. We hebben hard geoefend aan onze dressuur met Joyce Heuting. Dus ik hoop dat we dat kunnen verbeteren. Ik denk dat we er eigenlijk wel klaar voor zijn voor Boekelo. Dus ik hoop dat het goed gaat. Geef je nog cross clinics? Ja, ik geef best wel geregeld cross clinics. Lastig hoor, lastig woord voor grapje. Ik geef geregeld cross clinics. In de herfstvakantie doe ik het nog in Hattem en in Heten. En vaak zijn er verenigingen of groepen mensen die dat aanvragen en dan organiseren we dat en dan kom ik crossclinic geven. Hoe leer je zo'n grote cross uit je hoofd? Ja, dat is best wel lastig. Je probeert natuurlijk zo goed mogelijk je lijntjes te bepalen en je loopt de cross 3 en ik denk Boekelo wel 4, misschien zelfs 5 keer. Omdat eigenlijk hoe vaker je de cross loopt, hoe makkelijker die wordt. Tenminste, dat is in mijn hoofd altijd zo. Dus ik probeer hem zo vaak mogelijk te lopen en dan probeer ik ook echt te weten van voor die hindernis moet ik bijvoorbeeld bij het witte paaltje moet ik opvangen voor mijn controlepunt. Zodat ik echt alles heel duidelijk in mijn hoofd, dat ik een heel duidelijk plan heb hoe ik precies bij iedere hindernis aan moet komen. En dat ik ook precies weet wat de volgende hindernis is, zodat ik die weer optimaal kan voorbereiden. Dus je loopt die cross heel vaak, daarnaast neem je hem
Als je bijvoorbeeld rustig teruggetrokken bent in je caravan, neem je nog een keer door in je hoofd, zodat je precies weet, maar 1, 2, 3, 4, 5. Dat je precies weet waar je heen moet, wat de volgende hindernis is en hoe je die gaat voorbereiden. Dus hoe je zo optimaal mogelijk bij de volgende hindernis komt. Dat is hoe ik het doe. Wat doe je om jezelf mentaal voor te bereiden? Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik denk dat iedere ruiter dat anders doet. Ik vind het fijn om juist wel een beetje onder de mensen te zijn eerst. Zodat je wat afleiding hebt, dat je niet te veel die spanningsopbouw hebt. En dan iets van tevoren trek ik me vaak even terug. Neem ik de cross nog een keer door, ga ik er alleen zitten. En ik heb iets heel geks, maar ik doe dus altijd in de buurt van mijn paard plassen voordat ik opstap om te crossen. Dat is echt heel raar. Heel weird, maar voor mij helpt het en dat is voor mij echt, ja, bijgeloof zullen we maar zeggen. Dus dat doe ik altijd. Maar mentaal voorbereiden doe ik vooral in mijn eentje, even rustig de tijd nemen, maar niet te lang, want anders dan bouw ik voor mij te veel spanning op. Dus dan trek ik me even terug, neem ik mijn cross door. En ik heb een dingetje voor de cross, wil ik altijd zelf opzadelen, zodat ik zeker weet dat alles goed zit, dat de singel strak genoeg is, dat de kappen goed zitten, dat het hoofdstel goed zit. Dus voor de cross zadel ik altijd zelf op. Dat is ook een dingetje van mij om me voor te bereiden. Maar zoals ik al zei, dat is voor iedere ruiter anders. Dus dat is voor iedereen verschillend. Welk doel heb je voor jezelf gesteld? Nou, het doel is eigenlijk om Boekelo in ieder geval foutloos uit te rijden. Ik wil nu gewoon een foutloze cross rijden. Ik hoop dat ik een fijne dressuurproef kan rijden. Daar heb ik alle vertrouwen in eigenlijk. Maar ja, dat is altijd nog even afwachten met Burry. Dat weet je nooit hoe de wet staat. En dat ik een 5 sprint koers spring natuurlijk. Maar het doel is echt wel een foutloze cross rijden. Dus ik hoop dat gaat lukken. Hoe is het om een cross te rijden met zoveel publiek? Nou, dat is echt wel een heel gaaf gevoel, want als je dan bijvoorbeeld een moeilijke combinatie hebt gehad en het publiek juicht dan, dat is echt gaaf. Dan krijg je echt zo'n heel eventjes een kippenvel, tenminste een kippenvel momentje tijdens de cross. Dat krijg ik in ieder geval, want het is zo'n kick als dan en die moeilijke combinatie lukt en het publiek dan ook nog gewoon heel enthousiast en leuk reageert. Ja, dat is echt, dat geeft nog meer kick dan dat alleen de hindernis zal geven, dus dat vind ik heel gaaf. En nee, ik word daar eigenlijk niet echt gespannen van. Ik word daar gemotiveerd van, positief. Dus ja, voor mij werkt het positief. Hoe oud is je paard? Nou, Burry is 13, had ik al verteld natuurlijk. Waarom gooien mensen ijskoud water over het paard heen naar de cross? Nou, dat doen we natuurlijk omdat die paarden heel warm worden. Die zijn heel intensief aan het rennen. En die worden heel warm en dan wil je graag dat de temperatuur weer omlaag gaat, zodat ze weer bij hun normale lichaamstemperatuur komen. En dat dus de temperatuur omlaag gaat, dat het lijf kan herstellen. En daardoor ga je eigenlijk 30 seconden koelen, 30 seconden stappen. En zo ga je door totdat je paard een rustige hartslag heeft. En dat je dan nog lekker even de spieren kan stappen, zodat hij de volgende dag ook niet te veel spierpijn heeft. Het is heel belangrijk dat je dus rustig blijft stappen met het paard of een klein beetje draven. Want met stilstaan raakt hij het minste warmte kwijt. Dus het is belangrijk dat hij wel iets in beweging blijft. En dat je dus vooral koelt via inderdaad koud water. Hoe lang cross je al? Nou, ik cross vanaf mijn 9e. Toen reed ik met mijn AB-pony voor het eerst in Bargum. Toen werd ik zelfs uitgebeld in het springen. En toen had ik een hele aardige meneer die regelde dat ik toch buiten mededeling mocht crossen. En de week daarna ging ik naar Battum en toen was ik eigenlijk met het virus besmet. Toen moest ik de hele winter wachten voordat ik weer op wedstrijd kon. Dus dat was best wel een teleurstelling naar Battum. Maar ik was dus 9 jaar, toen heb ik 2 crossjes gereden en daarna ben ik nooit meer opgehouden, zullen we maar zeggen. Is het verplicht om een body protector te dragen? Ja, dat is verplicht voor de veiligheid. Dat is gewoon een regel over de hele wereld bepaald. Tijdens het crossen moet je een body protector om voor de veiligheid. Natuurlijk wat stevigheid en veiligheid voor je ribben, je schouders, sleutelbeen en je rug. Welke datum is Boekelo? Nou, dat is dus deze week, dus tot en met 13 oktober. Dan heb je dus 13 oktober het springen, 12 oktober is de cross, 11 en 10 oktober is de dressuur. En we beginnen om 9 oktober met de keuring. Heb je ooit EK gereden? Zo ja, wanneer en met welk? Ja. Ik heb 5 EK's gereden. 1 EK bij de pony, 2009 met Boyko Spirit. Hij loopt nu met een meisje in de B. Dat is super grappig, want die kwam ik laatst tegen op wedstrijd.
En daarna heb ik 2011 en 2012 junioren EK gereden met Tenda. Dat jaar werd ik ook Nederlands kampioen bij de junioren. Een jaar later werd ik Nederlands kampioen met Uplay Spirit. En die heeft toen ook EK junioren gelopen in Streckom. En het jaar daarna liep hij weer EK in Frankrijk. En een jaar later ging ik met Chapeau Spirit, die werd Nederlands kampioen jongrijders. Die mocht ook naar het EK strijken om en die eindigde daar in de top 20. Toen was Burry mee als reservepaard. En dat was mijn laatste EK tot nu toe bij de jeugd. En nu zitten we bij de senioren en moeten we nog iets beter trainen om daar ook bij te horen. Maar we doen zeker ons best. Dus we hopen ooit nog wel weer een EK te kunnen rijden. Nou, rijd je Chapeau nog, want die zien we niet zoveel meer. Ja, die vraag komt best vaak voor. Nee, Chapeau heeft een lichte blessure gehad. Dus die gaan we 2 weken na Boekelo gaan we die weer rustig van zijn vakantie ophalen. Maar daar komt een uitgebreide video over, dus dan gaan we jullie alles daarover vertellen. Maar hij is er zeker nog en we gaan hem ook weer optrainen. Maar in die video wordt alles uitgelegd, dus heel even wachten. Wat is de voorbereiding voordat je op een internationale wedstrijd gaat? Nou, ik heb daar altijd een eigen plannetje in. Ik vind het altijd fijn om het weekend voor de internationale wedstrijd nog een keer een cross training te doen. Om toch nog even de kleine dingetjes te verfijnen, de puntjes op de i te zetten, zodat hij goed luistert, goed zijn ding doet. Daarnaast vind ik het fijn om begin van de week, wat we gisteren hebben gedaan met Joyce Heuting, nog een keer dressuurtraining te doen. Omdat het heel belangrijk is dat hij optimaal voorbereid is, ook in het dressuurrijden, dat hij goed luistert daarin en fijn te rijden is. En ik maak altijd een sprongetje de dag voordat ik ga. Of niet hoog te zijn, niet veel te zijn, maar een klein beetje gymnastiseren, springen, zodat hij lekker losjes en fijn meegaat straks met naar Boekelo toe. Wat voor beschermers hebben wij? Nou, wij hebben voor de cross heb je speciale beschermers. Achter zijn ze niet zulke springkapjes, maar echt super lang. Omdat je dus het hele been, of in ieder geval het hele been tot aan de sprong, wil beschermen. En dat als ze tegen een boomstam aan schuiven of over de hindernis heen schuiven, dat het optimaal beschermd is. Aan de voorkant heb je ook beschermers met carbon zit daar dus tegenwoordig in. Omdat je dan, als ze dan een keer wat aanraken, dat ze dat niet gelijk zelf voelen, maar dat carbon dat mooi beschermt. Dat je dus, dat voorkomt heel veel bulten, schaafwonden en dat soort dingetjes. En springschoenen, omdat je... Je kan snel een ijzer aftrappen of ze kunnen misschien net een keer op hun eigen voet landen. Dus je hebt springschoenen aan en dan 4 beschermers voor en achter met een carbonlaag aan de voorkant. Dat optimaal bescherming biedt voor het paard, zodat het paard dus niet zichzelf kan beschadigen door of net over de sprong te glijden of tegen zijn eigen benen aan te tikken. Hoe groot zijn je paarden? Ja, dat varieert. Of in ieder geval, Burry en Chappie zijn gelukkig even groot ongeveer. Die zijn 1,273. Maar we hebben op stal ook paarden die natuurlijk wat kleiner zijn in 65, maar we hebben nu een super groot paard op stal, die is echt bijna 1,80. Dan mag ik wel een laddo meenemen om erop te komen. Dat is echt, hey paard, waar ga je met het jongetje heen? Dat is wel super grappig om te zien. En het is hartstikke lief paard, maar die is echt super groot. Weet je al hoe laat je start? Nee, dat is allemaal, de keuring wordt gedaan op woensdag. Daarna wordt er een startlijst gemaakt voor de dressuur. In theorie kun je uitgebreid raken in de dressuur. Dus na de dressuur wordt pas de startlijst voor de cross gemaakt op zaterdag. Dus die startlijst zal vrijdagavond ongeveer bekend zijn. Maar dan zullen we wel even op Instagram en Facebook laten weten hoe laat ik ongeveer moet rijden. Zodat jullie dat makkelijk kunnen vinden. Of wij nog gaan lopen en een uitleg doen over het crossparcours. Ja, dat is wel de bedoeling. We gaan wel... Ik weet niet of we tijd hebben om alle crosshindernissen te doen, maar we gaan in ieder geval heel veel hindernissen en moeilijke combinaties filmen voor jullie. Met in ieder geval het verhaal van mij erbij hoe ik het ga rijden, zodat het hopelijk voor jullie leerzaam is. En dat je daarvan kan leren wat wij precies doen voor een combinatie, hoe wij een hindernis aanrijden. Zodat ik jullie daar misschien iets meer in mee kan geven. En naast mijn eigen Instagram was er ook de mogelijkheid om bij Horka een aantal vragen in te sturen. We hebben al een paar vragen beantwoord. Net, want er waren een paar vragen hetzelfde. Maar er zijn nog een paar vragen over, dus die gaan we nog even doen. Welke discipline vind ik het leukst? Nou, ik vind natuurlijk het cross het leukst. Ik bedoel, die kick die je krijgt als je over die hindernissen heen gaat, dat is echt zo gaaf. Nou moet ik zeggen dat ik het springen ook heel leuk vind. En dressuur, als je een fijn paard hebt, of in ieder geval een paard wat goed dressuur aan kan, vind ik het ook heel leuk. Maar springen is ook leuk, vooral met jonge paarden om die op te leiden vind ik heel leuk.
Maar cross blijft gewoon mijn favoriete discipline, want het is zo gaaf. En het geeft zo'n kick als je die hindernissen overwint en moeilijke combinaties hebt gehad. En ja, dat is gewoon een kippenvel gevoel. Dat is echt wauw. En wat voor hindernis vind ik het engst? Engst. Ja, ik denk dat ik toch wel het engst vind de hekjes of stijlsprongen in de cross. Omdat Burry nog wel eens iets nonchalant wil zijn met zijn benen. Maar het fijnst vind ik bijvoorbeeld de trakenen of echt een sprong met een hele dikke bak. Want daar heeft hij mooi ontzag voor en hij heeft heel veel vermogen. Dus dan springt hij echt heel ruig. En een trakener is eigenlijk het makkelijkste te rijden, omdat je dan eigenlijk heel veel voet, noemen wij dat. Maar dat is dus de grondlijn wordt heel ver voor de hindernis geplaatst. Waardoor je altijd lekker in het ritme door kan rijden. En je dus ook heel iets groot of dicht kan komen zonder dat daar heel veel consequenties aan vastzitten. Nou, welke paarden nemen we mee naar Boekelo? Dat hebben we dus verteld. Burry gaat mee. Ja, wat vind ik zo gaaf aan die eventing? Ja, dat blijft natuurlijk nog steeds de cross en het... Wauw gevoel als je dan aan de finish komt, je hebt zo'n parcours foutloos afgelegd. Dat is echt, ja, dat kan ik niet zo goed beschrijven, maar dat is echt wauw gewoon. Dat is echt genieten. En hoe oud was ik toen ik begon? Nou, dat heb ik ook al uitgelegd natuurlijk. Ik was 8 toen ik begon met paardrijden. En ik was 9 toen ik mijn allereerste crossje reed met mijn pony Koshita. En zo is dat uitgebouwd naar een D-pony Boyko. Die heb ik zelf opgeleid en die heeft uiteindelijk EK gelopen. Het is ook nog een keer Nederlands kampioen geweest in de Z-ponies. En ja, het virus is nooit meer opgehouden. Maar ik ga nu wel even door met opruimen, want anders ga ik nooit op tijd in Boekelo komen. Dus ik moet nog wat dingetjes opruimen, poetsen, inpakken. Daar gaan we zo nog wat beelden van laten zien. We gaan ook Burry wassen natuurlijk, want ja, hij blijft er niet speuken. En dan zien we jullie zo weer. Tot zo! Het is inmiddels 2 of 3 uur later en we hebben eindelijk alles ingepakt. Burry is helemaal schoon, opgedroogd. Dus ja, onze reis naar Boekelo gaat beginnen. We gaan Burry vangen. Ja. Rotje is al mooi en keurig. Heb je? Ik ga een boetje zien. Nou, dit is mijn verblijf voor het weekend. Dus ik kan nooit tot rust komen, hoop ik. Ja, het is een beetje professorisch ingepakt. Wat staat er al in? Tugmat! Heb je er zin in? Ja, gelukkig. Nou, en dit is dus mijn verblijf. Mooi bed erin. Gaan we naar binnen. De bodem, ik heb hem nog niet goed schoon. Oh, hij zit zelfs op slot. Hij zit nog op slot, sorry. Geheimtje voor in Boekelo. Zien jullie allemaal later. Dus ik ga de vrachtwagen dicht doen en dan gaan we naar Boekelo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet hem niet te delen met je vrienden natuurlijk. De andere video's te kijken, want die zijn ook hartstikke leuk. En vervolg komt natuurlijk volgende week met hoe het gaat en wat is Boekelo precies. Dus
vooral delen, liken en ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei! We'll be right back.